De quadriceps active test wordt uitgevoerd in ruglig met de heup in 45 graden flexie en de knie in 90 graden flexie. Fixeer de voet door er deels in zithouding plaats op te nemen en vraag de patiënt om de voet naar voren te glijden over de bank tegen de bil van de onderzoeker aan. Bij een positieve uitslag zal het onderbeen naar anterieur glijden tijdens de test, omdat in de uitgangspositie het onderbeen naar posterieur zal zijn gezakt vanwege het letsel aan de achterste kruisband